Ik zit hier heel even te chillen op de IFA 2017 in Berlijn. Ik ben eigenlijk nog een beetje stunt van het apparaat wat ik in mijn hand heb. Want dat is namelijk de vernieuwde BlackBerry P1, uitgevoerd in het zwart. We hebben net onze afspraak gehad bij BlackBerry en daar hebben we Jonathan Young en Stephen Curwood gesproken. En die hebben mij meegenomen door dit toestel. En volgens deze mannen is dit toestel eigenlijk de telefoon that Batman would use. En daar ben ik het wel mee eens, want in het zwart ziet hij er adembenemend uit. Het fijne aan deze variant is dat er een kleine spec bump is doorgevoerd ten opzichte van het vorige model. Er is namelijk 4 GB aan werkgeheugen aanwezig en 64 GB opslag. Wat ook nog opvalt is dat er een fysiek toetsenbord aan de voorkant te vinden is en deze kan uiteraard gebruikt worden om snel tekst in te voeren. Maar in de spatiebalk is ook nog eens een vingerafdrukscanner verwerkt. Aan de onderkant is de USB-C poort nog steeds te vinden en daarmee kun je de batterij van 3505 mAh snel opladen. De specbump is natuurlijk mooi meegenomen, maar waar het eigenlijk om draait bij deze vernieuwde variant is uiteraard het uiterlijk. Volledig in het zwart, wat er adembenemend uitziet. Ik ga hier nog even verder spelen met deze Key One en jullie kunnen hem uiteraard al pre-orderen op belsimpel.nl.